Vandaag de test van de motor Cusi V85TT, een onroad motor. Ik zou zeggen, kijk de walk around video nog even. Ik heb dit een stukje mee gereden. Hartstikke fijne motor. Luchtgekoeld blok, een kaartje of 80, 850 cc ongeveer. Ontzettend soepel. Kadan, 6 bak, helemaal goed. Deze motor rijdt en stuurt hartstikke goed, lekker licht. Het zadel is wat hard. Het voelt hier zacht, maar als je een tijdje gezeten hebt, dan voel je toch wat hard is. Maar er zitten wel leuke dingen op. Hè? Hier zit een cruise control op. Alleen vind ik het soms lastig om hem erin te krijgen. Je moet hem eerst uitzetten, dan weer aan. En dan krijg je hem er wel in. Je kan hier ook zien wat je gemiddelde verbruik is. Gemiddeld schijn je 1,22 te rijden. Nou, ik denk wel als je echt rustig rijdt dat ook wel lukt. Het is echt een nieuw concept van. Het is niet helemaal een nieuw concept van Motor Cusi. Ze maakten al langere onroads. Maar deze onroad vind ik echt leuk. Hij rijdt makkelijk. Lekker wendbaar, soepel. En ik denk dat. Dit komt wel eens een enorme verkoophit worden voor Cusi. €13.000 vanaf ongeveer. De middenbox zit er dus niet op, dus die moet je er nog wel bij kopen. Het viel me ook op dat je af en toe regelmatig wel eens hier tegenaan zit. Zoals je zit met bewegen. Het enige wat ik echt irritant vind. Dus een snelle indicator op. Op het moment dat je de koppeling inknijpt, als de motor rijdt, dan geeft hij een streepje. Dus op het moment dat je aan het terugschakelen bent, kan je niet zien in welke versnelling je zit en hoeveel je nog terug moet. Dat is een beetje jammer. Hier zit een USB. Handig voor je navigatie of je telefoon eventueel op te laden. Hier kan je een beetje bladeren welke functies je wil hebben. Ik heb nu staan wat hij actueel verbruikt. Maar je kan ook instellen wat heb je over de hele rit gebruikt, over de hele tank en dat soort dingen. Hoe lang je rijdt. De tijd. Hoe lang ik nog kan rijden ongeveer. Je kan niet zien wat de motortemperatuur is. Maar er zal best wel iets branden als het te warm is. Leuke motor. Rijdt echt leuk. Je komt verschillende varianten. Dit is een tricolor variant. Tenminste meerdere kleuren. Dat is een optie van €200. Maar je hebt ook nog gewone grijze. En die hebben ook hogere ruiten en iets andere banden. Deze banden zijn best wel allround. Niet al echt om door de zware blubber heen te gaan, maar op een gravelweg kan je hier prima mee rijden. Ja, de bekende dingen die op je oren tegenkomt, handkappen. Ik heb geen handvatverwarming aangetroffen. Dat vind ik dan wel een beetje jammer. Je kan zien dat je zijstander nog aanstaat. Nou, dat is wel grappig, maar mooi weggewerkt. De koppeling, het is een kabelbediende koppeling. Je kan hem ook verstellen. Hij gaat ontzettend licht en soepel. Alsof hij bekrachtigd is. Meestal zijn dit soort motoren van een droge plaatkoppeling. En het is ook best wel mooi met een aardig wat koppel. Dan gaat de koppeling meestal best wel zwaar. Ik bedoel, als ik mijn eigen BMW Boxer neem, dan moet je best wel knijpen. En de modelletjes met hydraulische koppelingen gaat iets makkelijker dan de kabelbediende koppelingen. Dat scheelt wel iets. En deze motor echt, dat gaat zo makkelijk. Alsof het een 250cc'tje is. Nou, wat kan ik verder er nog over zeggen? Nou, de afwerking is op zich best behoorlijk. Ik heb natuurlijk geen idee wat het gaat doen als dit oud wordt. Oudere Cusi's hebben nog wel eens een keer een grapje. Hier kun je de motorolie mooi zien. Dat je nog wel eens wat elektriciteitsmalheur krijgt. Het zijn tenslotte Italianen. Maar ik hoor wel dat Cusi zich behoorlijk gebeterd heeft in de loop der jaren. Dus dat is eigenlijk wel mooi. De spiegels zijn iets aan de kleine kant. Ze zijn wel vrij breed. Maar eigenlijk hadden ze nog wel een centimetertje hoger mogen zijn. De ruit. Voor mij is hij eigenlijk net verkeerd. Er zit behoorlijk wat turbulentie. Ik zou zelf zeggen of ik zet er een hele grote ruit op. Of ik zet de zaag erin. En ik zaag hem hier eraf. Dan is het een stuk stiller. Ik vind het mooi detail, de koplamp. Ja, met zo'n LED-balk. Het Cusi logo erin.
Hartstikke mooi. Nou, ik denk dat dit nog wel eens een behoorlijke hit kan worden voor Guzzi. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken naar deze hele korte test. En tot ziens maar weer.